Livestream heet ja. Ik zit in mijn motorclub en we gaan lekker pakketjes stelen. Ja. Gezelligheid. En direct terug vervoeren samen naar met Matty Boy en Kilian. Hallo. Oh ja, en we gaan ze ook natuurlijk brengen voor naar de kijkers. Tuurlijk, dat moet ook gebeuren. Aubrey is live. Aubrey is live dus. Ja, ik ben live, hallo. Sta. Ik ga juist even kijken. Ik ga even kijken of de stream binnenkomt, beste muntjes. Ik zeg het u. Doe iets aan. Er is al een dislike. Van wie? Ik weet niet. Ik heb er is één dislike. Ik heb niet eens een kijker, ik heb al een dislike. Hoe de fuck kan dat? Eén dislike. Want ik doe nu een dumpje omhoog, dus nu zeg een like. Ik heb ook al een like. Ik like gewoon mijn eigen dingen. Sommige mensen vinden dat dom, maar ik like gewoon mijn eigen dingen. Ik vind dat wel leuk. Ja, ik soms ook. Maar dat is toch gewoon anders? Anders vind je je eigen video gewoon niet leuk. Ik loop weer achter. Mijn stream loopt weer achter. Maar, ja, maar dat is altijd. Het echt mensen die daar echt gewoon een heel groot ding van maken als je stream achterloopt. En ik denk zo van... Welk level zet je, Aubrey? Drie ja, kijkers. Ja, welkom bij de stream, mensen. Ik, Kilian en Axel sowieso. Like ja, even, ik abonneer. Neem mijn Akuma, hè, laat Aubrey, even okay. Een leuke reactie mijn achter. Ik ga mijn Akuma nemen en dan voor mijn kaf. Oké, ik heb nog maar één kijker. Ik zeg net van like allemaal even. Ik heb geen kijk. Akuma! Ja, ik heb hem. Ik ga hem gewoon even met meteen mijn moed. Ik heb mijn Akuma gevonden, dus. Ik hoor bommen. Ik hoor bommen. Ik ben best bang. Aubrey, waar zit je? Jongens, ik hoor bommen. Ja, oké, maar waar zit je ongeveer? Ja, ik ben aan mijn motor. Aubrey, er is iemand super dicht bij u, ja. Ja, ik weet het, maar die zijn echt troefje aan het maken. Moet ik oh, naar iemand mijn tank, club iemand komen? Mijn tank. Nee, je moet niet naar hier komen, want hier staat fucking iemand mijn tank. Maar waar moet ik gaan? Kilian, blijf daar, jongens, ik ga bij Kilian. Kilian, blijf daar, ik ben daar binnen 5 minuten. Jongens, we zitten in een best grote sessie, zijn we zeker wat pakketjes gaan vervoeren. Ja, we gaan het doen, fuck it. Het is mijn titel, we gaan er ons ook aan houden. Jongens, komen jullie naar mijn huis anders? Nee, we nemen... Ga gewoon naar Kilian. Ga naar Kilian. Nee, ik ga naar mijn huis. Ik denk dat bij Kilian het beste is. Ja, maar het ding is, we moeten naar, okay, we moeten naar mijn Kilian huis voor de moed. Ik ga gewoon naar Kilian. Dus Kilian blijft daar staan en dan ga ik... Ik dan ben gaan best samen bang, bij ik ga mij even bukken. Ik ben best... Nee. Hij gaat mij opblazen. Oh, Kilian, ja. Ben jij dit? Kilian, wacht even. Ik ben met Kilian. Hij heeft die nieuwe tank. Hij heeft niet meer die... Bus van Aubrey. Ja, oké, ik heb hem al. Ik ben echt aan het wegrijden gewoon. Nee. Laat gewoon. We gaan in een overvolle sessie gaan gewoon. Ja, we gaan dood. Ja, jongens, ik ben even weggereden, want er staat er een dude met een tank. Maar ga gewoon naar je huis, Aubrey. Ik heb daar ook iets gezet. Ja, ik ben daar nu naar aan toe rijden, maar ik heb niet echt een snelle auto, dus ja. Ik rijd nu ook naartoe. Maar ja, weet je wat dat is? Jullie komen uit de stad, hè. Ik uit ja, mijn motorclub. Ah ja. Maar ik ben er. Ik ga er binnen, denk ik, een minuut of twee zijn, dus. Ik ben nu in de gevangenis. Ja, maar Kilian kan mij niet beelden. Kilian kan mij niet beelden van hoe snel ze dan ik ben gewoon met mijn Akuma. Ja, mijn Akuma is kapot door Kilian. Ah, mijn niet. Auw, ik ben wel gevallen, Kilian, dus wat doe ik. Oh, wat? Jongens, ik krijg gewoon 3k en ik heb niks gedaan. Ik krijg gewoon $3000. 3000 dollar. Ik heb 3095 plus $500. Ja, ik ga dat ook even snel doen. 3000, oké, okay, het is niet heel veel, maar het is iets. Jawel, anders kunnen ze gewoon alles stelen van mij, want bij mij staat alles op, niks staat op mijn bank, dus. Bij mij staat, ik zet echt meestal alles op, maar je krijgt normaal gezien, oh kijk, dat bedoel ik, dus er passeert mij net iemand, dus. Stel die had gescoten op mij ofzo, of hij had de sticky bom op mijn auto. 167.000 heb ik nu.
Maar ik heb nu 55.000, dus best. Nee, ik heb 165.000. Ik denk niet dat je daar hoog genoeg rang voor bent, eerlijk gezegd. Ik zit hier gewoon tussen al die auto's te rijden. Ja, maar, hey, Kilian, ik ben level 47 en ik kan nog niet eens het tweede doen, dus. Alhoewel, nee, je verdient dat door te racen, hè. Oh, dan kan ik die wel doen. Ja, het is al even geleden dat ik in een pumpzak ben geweest. Ik moet misschien eens mijn Akuma pumpen, want ik heb daarvoor nooit genoeg geld. Ik heb maar 55.000. Ik ga dat ook eens doen, mijn Akuma pumpen. Maar ik weet niet wanneer dat ik het ga doen. Maar het ding is, ik heb nog een andere bak ook waarmee ik kom. Ah, echt erg. Die ene komt hier... Hij ziet mij gewoon verder rijden. Dan komt die ene inslaan zonder een pinker op te zetten. Ja, dat kan, maar ik ben een paar keer gecrashed door auto's. Ja, ik ook hoor. Ik krijg nu weer al volle snelheid. Ik heb dus, het is oké. Ik moet nog 1,51 rijden. Maar jongens, ik heb echt gewoon mijn business suit gedaan, jongen. Terwijl ik gewoon volle snelheid zit te rijden nu. Ik ga gewoon even mijn huis en ik ga even wachten op jullie. Oké, wacht maar. Kom dan, ik ben er bekend, denk ik. Ik ben bijna aan uw clubhuis, dus. Maar ik ben bijna aan uw clubhuis. Kilian, volgt je mij eigenlijk nog? Ik weet niet waar dat jij zit. Ik heb jullie ook meteen even een invite gestuurd voor de motorclub. Ja, ik ga even direct accepteren, best snel. Maar zo kan ik jullie ook meteen al maken tot iets. Bijvoorbeeld, ja, vicepresident. Heb je een mail of zo gestuurd? Nee, invite gewoon. Allee, ja, zo, ja, five members. Ik vind het niet. Zo anders wel eens. Stuur nog eens een. Motorclub present, fan prospects. Wacht, hey, weet je wat? Ik zal anders naar jullie persoonlijk insturen. Dat is Matt en Kilian. Zie. Ja, ik heb het gekregen. Ja, oké, okay, ik heb het gewoon dan. Ik heb het al geaccepteerd. Manage. Members. Ik ben member. Hoi. Ik heb jullie even gepromoveerd. Niet nog geen van jullie is het waard om vicepresident te worden. Dus jullie zijn even alle twee iets geworden. Waar mag ik mijn motor zetten? Zet die voor de office. Zet die niet voor mijn huis. Ze moeten niet weten dat ik met loesje zaakjes bezig ben. Ik ben al weg. Staat er al voor? Mis, voilà, niet. Kut. Mensen, leuke video. Zien jullie mij al buiten? Ik zie Mats letterlijk aankomen rennen. Hoi, Mats. Hallo. Mats, doe even je business outfit aan. Wanneer komt Kilian? Kilian, waar blijf je? Wat doe jij dat eens aan? Want bij mij staat het een auto. Maar... Kilian, het duurt lang bij je. Zet hij zo ver? Ik heb mijn Akuma snel gepakt, hoor. Tem, 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 tem. Ja, Aubrey, naar waar moet ik gaan? Nergens. Oké, okay. Anders ging ik naar Kilian gereden hebben, maar ik heb geen zin. Ga wel naar binnen, yo. Aubrey. Die dude wil mij overrijden. Zij wil naar binnen. Kijk naar mij. Oei, wat vechten! Wacht, ik trap even je raad kapot. Oké, alsjeblieft. Dank u wel. Come on. Graag gedaan. Mag ik vicepresident zijn? Nee, want je hebt hem niet goed afgemaakt. Dat is wel. Niet waar, hij moet hem zo nog een paar keer op zijn kop stampen. Ah, maar dat heb ik gedaan. Ahaha, dat ik dat zo'n sukkel ben, hè. Mooi.
Hello. Hello. Hello, George. Ik zat al eens te twijfelen. Maar waar? Waar ben ik gespawnd? Oh, ik ben op. Jij zit echt gewoon. Oh, de mosquito nu had zo'n hele leuke helikopter. Nee. Iemand! Kilian wordt vol. Kilian krijgt een volle lading. Oh, ik word volgeraakt. Help! Wat staan we bij? Mag ze komen voor u? Waar zijn die gasten? Oh, hij heeft zo'n brommer, what the fuck? Wat voor brommer? Jongens, sorry, maar ik ga vluchten in mijn huis. Ik ga vluchten. Helly Frolly Anthony. Jongens, probeer naar mijn huis te komen. En wat zo'n Crolly Anthony. Ik ben veilig. Maar die mist mij gewoon alles, hè? Die mist echt alles gewoon, hè? Ja, op mij scoot hij ook als een scape. Echt mensen, erg. Mensen, kom even. Oh, dag Kilian. Jongens, Kilian gaat geef aan me vanouden. Jongens, Helly Frolly Anthusa. Ah, die heeft mij. Jullie kunnen ook gewoon naar mijn huis komen, hè. Ja, ik zat te lopen. Maar ja, het probleem is, ik wil er een RPG'tje op schieten, maar mijn bullets zijn op. Ik ga even de radio aanzetten. Voor een beetje zweet. Zet hem aan. Heeft hij u weer al? Helly Frolly Anthusa. Skeletata. Prank. Ik stuur even stop gewoon. Ik stuur even stop naar hem. Gewoon, maybe luistert hij, maybe niet. Ik bel even iemand. Wie moet je bellen voor een motor naar u? Mechanic, hè? Ja, een motor naar u te laten brengen. B400. Yes, I'm wait. Hello. Brother, stop even met schieten, brother. Brother, stop met. Ja, brother. Ze vliegen, ze gaan weg. Holy hell. Ja, maar mijn motor is hier juist. Nou ja, één doet ik vertrek. Ik heb gewoon een motor genomen. Ik weet niet naar waar ik moet zijn. Jongens, we gaan. Ja, mensen, sorry, maar ik denk niet dat we met deze mensen pakketjes gaan halen. Denk het. Ja, wat gaan we dan doen? Gaan we dan gewoon binnen vechten tegen hun? Ja. Verander uw titel, Aubrey. Vechten in de mannetjes. Nee, zou mensen... die mij zien? Sorry voor deze miscommunicatie, maar ik ga haar racen. Sorry, doe jongens. Jongens, get in my car. Waar zit jij? Ik weet niet, ik hoop dat... Waar zit jij? Ja, ik ben achter Kilian. Kilian, kom van de berg af, ik heb een auto. Mooi. Ja, echt een tering lelijk ding, man. Rond in de loin. Ja, maar zie de... Oh, jongens, let op! Naar waar moeten we gaan? Stop! Misser! Miss! Hij gaat mij proberen killen, hij gaat ons killen, Kilian. Miss! Skeletotas! Nee, ik wou er nog uitspringen, hè. Skeletotototototis! Ja, maar jij hebt een brommer! Het een brommer, dat is makkelijker om die te ontwijken. Skeletata. Oh, nee! Ik ben door, motherfucker. Hij heeft mij. Gewoon door mijn auto. Hij doet gewoon zo'n bedmobiele, maat. Oh, die Coraletto is bij mij. Die Cornetto is bij mij. Waar is dat Cornetto? Blijf van mijn lijf af. Ik ga hoe naar een boom staan.
Ik ben achter een boom en ik kan me niet eens raken, die bitch. Gaan we dan niet in een andere sessie, Aubrey? Ja, ik skiet even op hem, oh. Oké, maar gaan we niet gewoon in een andere sessie dan verder doen? Ah! Oh! Hij schiet of zijn boom hem is. Hey, gaan we een sessie doen? Ah, kut. Hij is echt heel kut, die man. Ja, nu brengt hij zijn vriendje. Ja, hij brengt nu zijn vriendje mee. Ja, nee, anders niet. Ah, ik schoot net. Maar ja, ik had hem bijna, had hij niets gedaan, dan had ik hem gesniped, maar ja. Ik kan hem ontwikkelen. Kilt die andere gast mee, ja, echt. Mensen, sorry voor dit, maar ik kan er, we kunnen er niet echt veel tegen doen. Hij heeft mij weer al. We kunnen er niet veel tegen doen, want het zijn echt gewoon big heads die echt de wapens hebben die je nodig hebt. Aubrey, gaan jullie bij mij spawnen? Ik ga in een andere sessie. Ik ga ook even een nieuwe. Ik ga even een nieuwe sessie zoeken, mensen. Ik heb gewoon een nieuwe sessie gezocht. Komen jullie dan bij mij? Nee, kom geen naar mij. Ik ben live. Dan maakt mij niet uit. We komen. Laden. Bij mij ook, dus. Nee, ook. Maar gaan we niet gewoon pakketjes stelen en al? Laten we het niet gewoon doen. Dat is de bedoeling, maar Mat, als je een beetje krijgt met gewoon wapens, gewoon AR en zo, daar kunnen we tegen winnen. Maar tegen zulke helikopters kunnen we niet winnen, ook al is het een brommer, Mat. Ik weet het. Ik heb een kijker, welkom bij de stream. Ik ben het. Dat kan mij niet schelen. Aubrey zit al in een sessie, ja, dus. Ja, ik ben er nu in. Maar ik zit er ook juist in een sessie. Mama, ga even mijn live video kijken. Kom even naar mij. Nee, Kion, komt jij bij mij? Ik zit er al in. Ja, ik ook. Maar komt je niet gewoon bij mij, Aubrey? Nee, kom naar Kilian mij. Kilian is toch al bekend bij mij. Ja, maar is toch bij mij. Ja, maar ik ben live, dat kan mij niet schelen. Ik krijg hem ook niet. Maar jongens, bij mij zit er echt gewoon bijna niemand in de sessie. Kom naar mij. Bij mij weet ik het niet. Maar bij mij zit er bijna niemand in die. Jongens, bij mij zitten er maar vier man na mij in de sessie. Ik heb u gejoined, Aubrey. Ik heb u gejoined. Naast mij zitten er maar vier man in de sessie. Bij mij zat alles vol. Alles. Dat bedoel ik, bij mij zitten er maar vier man in. Daarom zei ik van, gaan we dan niet gewoon pakketjes stelen? Gaan we dan ja, pakketjes we gaan stelen? Gewoon het plan voortzetten om pakketjes te gaan pikken. Ja, dat wil ik wel toch ook wel verder doen, want dan krijgen we geld. Maar mama, dan krijgen we geld en dan... Mijn moeder noemt mij een dief. Mama, ik ben live. Oei, pardon, zeg dat. Kom even in mijn oortje, ik hallo, heb iets gestuurd, Aubrey. Ik heb iets gestuurd. Via ETL of via de chat? Of? Via de chat. Oké, okay, dan loopt inspannen, wacht even. Oké, dan loopt de chat. De chat loopt ook een beetje achter. Een beetje veel eigenlijk. Ja, maar dat maakt me niet heel veel uit dat die chat achter loopt. Ik kijk daar toch bijna nooit naar. Ik kijk die. Ik heb geschreven. Thanks, Mat. Thanks. Maar hij is een even grote. Hé, hey, Mat, jij bent ook een grotere dief, want help mij. Ja, dat is de bedoeling toch? Is dat niet de bedoeling? Mama, ik ben niet alleen een dief, Mat ook. En Kilian ook. Wij zijn loyaal aan elkaar. Is de ene een dief, is een andere een dief. Naar waar gaan we, Aubrey? Naar mijn huis. Aubrey, gaat naar je huis. Hier al. Okay. Ja, kijk, oké, nu zijn er wel. Nu zijn er iets meer mensen in, maar... Ja, mijn Akuma is weg, dus dat is het probleem. Ik heb geen snelle motor niet meer. Maar jongens, ja. Zorg gewoon dat even snel bij mij bent. Dank u. Ik probeer er. Maar ja, het is ver, hè. Jongens, ik weet niet hoe jullie het liefst hebben dat ik krijg. Ik denk zo gewoon, maar... Wij gaan wel lopen. Ah, er is iemand bij mij! Nee, niet killen, want we mogen geen ruzie maken. Wacht, ik ga even naar de wapenwinkel. Kilian, komt je mij halen in de wapenwinkel?
Oh. Ik heb even ammo nodig voor mijn homing launcher. Moesten er weer van die losers zijn, kan ik hem afschieten. Mat niet skelden! Wat is toch? Oh, vieze vuile homing launcher. Ik vloek nooit, vieze vuile teringleier. Zou ik hem tinten? In het roze. Ik heb hem met tinten in het roos. Jongens, zorg dat jullie in een auto zitten. Jongens, zorg dat jullie in een auto zitten, oké? Zorg gewoon dat je in een auto zit, meer moet je niet doen. Een auto? Ik zit op mijn moto. Nee, Mats, kruip bij Kilian in een auto. Oké, Kilian, kom hem halen. Waar zit je, Kilian? Oké, je zit er op de kamer. Niet te trust, hoor. Hey, niet voorbijrijden misschien? Het is rood. Maar nee, dat moeten ze niet weten. Waar zijn jullie? Waar reden jullie ongeveer? Dag, Kilian. Waar reden jullie ongeveer? Die sir is nu al dood, die gast. Kilian, volle snelheid rijden, jij. Ik heb een waypoint gezet. Ik weet niet of dat je het ziet, maar ik heb een waypoint gezet. En ik zit bij Kilian in de wagen, dus het gaat nog even duren. Kilian, jij bent niet bepaald aan mijn beste rijder, hè. Ik ook niet, maar ja, dat is toch de bedoeling? Maar jij rijdt niet naar richting mij, hij rijdt naar weg precies. Want ik kan zo net uw bolletje zien op de kaart voor dat blokje van jullie. Nee, want we gaan naar huis. Hij zit misschien in een helikopter, maar wij gaan naar huis. Of ja, nee. Aubrey, komt ons oppikken. Aubrey, komt ons oppikken. Aubrey zit toch in een helikopter of een vliegtuig. Dat was ook de bedoeling al de hele tijd. Het was de bedoeling. Niet waar, moet je een auto niet achterlaten. Stop maar met rijden. Okay. En blijf in uw auto zitten. Blijf gewoon in uw auto zitten. Nee, stop terug in die auto. Voor wat? Stop gewoon terug in die auto. Ik heb een andere auto bijna. Nee, alle twee in één Kilian. Auto. Kilian, laat mij inzitten. Wacht, Kilian. Mooi jongens. Hoi. Hoi, komen? Wacht even. Nee, dag mat. Really? Dag mat. Nee, please, nee. Dag mat, doei. Wat nee, gezellig. Alsjeblieft, Aubrey. Dag mat. Aubrey, please. Dag mat. Please. Dag mat. Ik schiet een homing launcher, hè. Jij, kom al. Doe even. Stop met schieten. Het is al gedaan. Laat mij bij Kilian instappen. Ik wil zien wat er gaat gebeuren. Kilian, ik wil het zien. Zo, stop maar in. Stop maar in bij Kilian. Godverdomme zeg. Het is al niet meer nodig. Maar. Maar nee, nu kan Kilian terugkomen spawnen en dan kunnen we weg. Wacht, ik mag even luister bellen. I'm dead. Niet waar. Ik ben dood. Kom aan, Aubrey. Moet ik in een auto zitten, snel? Ik zit in een auto. Dat komt. Aubrey. Kom, kijk. Dat is wel handig. Andere. Stop even een deel dan. Ja, ik weet het. Het is best moeilijk om het te besturen, ja. Kilian is mij niet afgevlamd. Fucking. De politie heeft hem niet eens. Ah nee, Kilian heeft hem niet eens. Oh, ik neem wel de politie mee. Nee, ik heb politie, kut. Jongens, mijn helikopter begint te roken. Aubrey, kom mee oppikken. Snel. Get in, fast. Get in the car. Kom aan, nu, hè. Ja, oké, ik bel direct Lester. Nee, wacht. Lester.
Ik heb luister gebeld. Ja, ik kan nog niet bellen. Kilian, wacht, ik kom je oppikken. Kilian, get in. Get in the car. Kom aan, snel, Kilian. Oh, ik heb politie. Ik zit er ook in. Sneller. Kilian, please. Let's go. Follow the leader. Nee, follow the president. Dat is leuk. Oké, follow the president. Eigenlijk zitten we al in Bad Boys opnieuw. Wacht eens, lekker even goed. Ik zie Mats gewoon zitten als ik... Oeh! Ah, Kilian! Hey, Kilian! Als kijk ik eens achter omkijk... u! Kilian, kijk achter u! Als ik omkijk, kan ik Mats zien zitten. Kijk achter u. Hoi, Obrie. Als ik Obrie. Omkijk, kan ik Mats zien zitten. Kilian, kijk dit eens ding... naar mij. Hoi. Hoe gaat het met jou? Oeh, mooi. Zou ik eruit springen? Kilian, zou ik eruit springen? Oké. Nee. What the fuck? Mat zei nog, ik ga eruit springen. Ik zo van, oké. En toen ben ik eruit gesprongen. Aubrey, ik ook. Don't toen we al gevallen waren, don't ben ik eruit gevallen. Aubrey, waar ben je? Ik ben aan het parachute springen. Wee! Ik ga je parachute afschieten, hè. Hij kan niet eens zo goed aimen. Oh, jawel. Dat mijn sniper kan ik het proberen, hoor. Oké, probeer maar. Maar hij weet mij waarschijnlijk niet eens vliegen. Ik zie hem niet meer. Ik dat zie hem niet meer, Kilian. Dat vriend. Dat is stoppend. Ik ga je afschieten. Waar zit je? Oh, dat is stoppend. Echt de waarheid. Gingen wij geen pakketjes verkopen? Oh, ja, maar... Hé, hey, Mats, het is... Mats, het is nog steeds de intro. Ah, oh. Ik heb ondertussen al een auto. Jullie zitten gewoon midden op een berg te staan. Hé, hey, doe jij dat is jongens? Niet waar, ik ben al weg. Ik ben ook weg. Hè. Ik ben mooi weg met een auto. Ieder Kilian. Voor zich, ieder doei. Voor zich. Ah, ik ben gevallen van de berg. Ieder en voor zich, kom doei. Gewoon even naar mijn huis. Really, doei. Dat is echt zo wat ik zei. Dat is echt zo super droog. Doei. Doei, ah, waar dood. Dat kan. Details. Details zijn niet belangrijk. Details zijn niet belangrijk. Details zijn zeker niet belangrijk. Zeker niet. Voor wat zijn details belangrijk? Ik heb gewoon iets gepakt hoor. Ik heb gewoon een van de straat genomen. Oké, Kilian komt er over een uur weer bij. wanneer dat zijn auto weer is gerepareerd. We spoelen verder. Kijkers, ja, spoelen verder. Spoel even een uur door, dan die Kilian er weer mee doen. dit is maar een grapje trouwens, want ik ken sommige mensen die zouden nog echt gewoon een uur doorspoelen. Die dat gewoon doen. En als dat geen uur en al doet, dan is het van, ja, maar duur geen uur niet meer. Mijn huis. Oké. Als komt de kaart tot gekeken, is het al lang. Jongen, ik krijg hard. Gewoon de dingen waar dat we pakketjes zijn. Ik krijg hard, vriend. Ik zweer het u. Ik gewoon uw bedrijf, Aubrey, waar dat de pakketjes zijn. Ah, wel ja, mijn bedrijf. Maar okay. Jongens, ik heb een auto, maar dat is maar voor twee personen. Dus iemand heeft sowieso een auto nodig die ik kan kom gebruiken. Ik kom bij Aubrey, want mijn auto is gans kapot. Dus ik kom wel bij jou, Aubrey. Maar ik heb een Kilian best dikke wagen. Maar ja, er kunnen maar twee personen in mijn eigen maar auto. Ja, Kilian heeft zelf een auto, hè. Dus... Maar Mats, ik zou dan zeggen dat jij, als we pakketjes pakken, dat jij dan met mijn auto rijdt. Ik zie een auto staan, er zit niemand in en ik denk dat ik er even naartoe ga, eerlijk gezegd. Ik ga even... Gaat het doen? Ja, ik zie een auto staan en ik wil even kijken wat het is of wie het is of... Oké, probeer maar. Het is een... Wat? Het is een tractor. Een tractor?
Is ben ik er al bijna? Oh, nog lang niet. Maar oké. Tot over een uurtje, gasten. Oh, ik moet 5 minuten in dit ding blijven. Jongens, schiet mij alsjeblieft niet af, dank u. Ik moet dat zeker ook doen. Jongens, schiet in mijn auto blijven zitten. Jongens, als wanneer je moet ik dat ook doen? Dat weet in ik mijn niet. Auto blijven zitten. Nee, ik. Maar ik jongens, schiet hem af. Nee, fuck you, echt waar. Fuck dat je dat doet. Ik ben nee, dat meteen. Ga ik gewoon niet doen. Dat ga ik gewoon niet doen. Ja, maar als je mij afschiet, ik ben nu gewoon meteen. Ik zweer het u. Maar ik ga het niet doen. Ik zweer het op mijn kop. Ik doe het niet. Het is u geraden. Wat? Aubrey, zet jij er al afgeraakt of wat? Take it from him. Ik moet je pakken, zeggen ze. Ja, maar jij gaat dat niet doen. Nee, nee. Maar wat krijg ik als het wel is? Niks, letterlijk niks. Dan is de challenge over, hè. Dan is deze challenge over en jij krijgt niks, ik krijg niks. Oké, ja, dat kan we beter doen dat jij toch wel iets krijgt. Ik ben het dichtst bij Aubrey, ze gaan veel van mij verwachten, denk ik. Maar ik ben dood. Mijn auto is kapot. Ik ga gewoon voor mijn office. Ik ga gewoon voor mijn office gaan staan met die tractor gewoon. Nee, Aubrey, wacht. Ik help u wel. Ik ga je gewoon beschermen dan, oké? Als ze dan komen, dat ik ze af kan. Met mijn homing launcher. Kom ze wel af met mijn homing launcher. Deze man is naakt. Dat past niet, hè, naakt mannetje. Mission. Ja, ik ga direct doen. Chaka gedaan. Jongens, blijf toch even 3 minuten van mijn auto. Ja, ja. Waar zit jij eigenlijk? Ik sta letterlijk voor de office. Hoi. Oké, dag Aubrey. Het is oké. Ik blijf nu voor u staan en nu blijf ik gewoon. Kijk naar mijn wielen. Nee, maar doe, steek die weg alsjeblieft. Nee. Steek die weg. Nee, ik doe het niet. Kijk. Kijk naar die wielen. Kijk. Ga eens achter die dikke wielen staan. Mats is aan het roken. Spooky. Jongens, er is daar iemand. Dus Mats, ga er naartoe en kill hem naar die. Waar? Verre dude. Waar is hij? Er is een verre dude. Ik weet niet, maar het is een verre dude. Dus ga hem even gaan killen. Of... Nee, die is redelijk ver. Ja, oké, maar wacht gewoon op. Het is nog 2 minuten en 10 seconden, dus. Kijk hoe hard dit ding aan het roken is. Kilian, jij doet ook niks of je bent dood. Dus maar even dat je het weet. Ik kom zien. Ik ben hem gaan aanvallen, best. Nee, ga hem niet killen, ga. Ik zit gewoon met mijn kanoe in mijn voertuig, hè. Gewoon. Ja, maar ja, als ik kan dan... Ik zit met mijn kanoe in mijn voertuig. Ik zit gewoon met mijn gun klaar om te schieten. Ik zit echt gewoon met mijn gun klaar. Kijk hoe ik hier zit. Kijk. Hoi. Ik heb hem gekild. Ah nee, ik heb hem gewoon bloed ge... Oh jongens, mensen die met zijn op mij. Maar die in die bruine jeep achter jullie, die zijn kwaad op mij. Kill die even. Mats, achter u in die bruine jeep. Mats, achter u in... Oh, hij is niet meer kwaad op mij, oké. Sorry. Hey, maar wel op mij. Hij rijdt Mats frontaal over. Maar hij is begonnen. Jongens, hij komt af. Jongens, hij komt eraan. Jongens, Mats, neem uw homing missile. En knal die dude af. Welke? Die letterlijk nu naar hier komt. Ja, ik kan hem. Schiet hem neer! Ik heb hem. Jongens, nog 40 seconden. Als hij is ontploft en al, ja. Jongens, jullie moeten mij nog 40, nog 30 seconden beschermen. Ik ben weer dood. Jongens, kill hem daar. Kill hem weer opnieuw. Nog 30 seconden. Kijk. Ik heb one shot dead. One shot. Ik ga. Oh, nee, hij schiet op mij. Jongens, hij schiet op mij niet. Waar ik moet. Waar is die gast? Ja, hij staat letterlijk achter. Hij loopt daar. Nog 17 seconden, jongens. Ja, mij heeft hij. Dus probeer hem nog te... 10 seconden, nog 10 seconden. Oh, hij zit echt.
Jongens, 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Yes. Yes, ik heb het gehaald! Hoeveel heb jij bij? Hoeveel heb jij bij, Aubrey? Dat wil ik niet weten. Hoeveel? Dat wil ik. Hoeveel heb jij? Ik heb 12.000 bij. Zoveel? Letterlijk, ik heb 12.000 bij. Check de stream, ik heb gewoon 12. Hij heeft mij wel geraakt, want hij heeft op. Hij heeft de tractor geraakt, maar mij niet. Ik zal het zo zeggen. Want een tractor zijn wiel was plat. Ja, ik kom terug met even een snellere bak, want. Allee, ja, zo ik ga naar uw huis, oké? Okay? Ja, is goed. Ik wil even niet dat die andere guy mij. Welke? Die ene gast daar? Ah ja. Ja, oké. Ja. Oh, waar is die gast? Ja, hij zit ook op mij te schieten. Dus. Hij zit ook op mij te schieten, maar wij kunnen dat niet heel veel doen. Wow. Gooit hij die stickies? Gooit hij die stickies? Dat denk ik wel, ja. Kilian, heb jij die bommen gegooid? Ja, die staat op het dak. Die heeft mij weer gepakt. Hij heeft mij. Kilian, gooit jij die bommen of is hij dat? Ja! Ja, lekker, Kilian! Say hello to my little friend. Hey. Ik ga gewoon zo doen. Nee! Aubrey, ik ben bij je bedrijf. Say hello to my little friend. Aubrey, gaan we in bedrijf? Fuck you! Ah! Ik word beschoten door de politie. Oh, die ene doet komt er ook weer aan. Even dat jullie het weten. Ah. Ik ga proberen om hem op te killen. Oh, hij heeft al een pak als u aan, Kilian. Hij heeft al een pak als u aan. Maar ja, hij is best sterk. Hij is best sterk, dus. Ik kan hem... Ik kan hem snipen. Hij heeft ook politie. Hij heeft ook politie, maar ik weet niet waar hij is. Ik zie hem niet. Of zijn hij net achter die boom of zo? Zijn hij echt net achter die boom? Don't shoot me. Is dat sowieso. Ja, nee, hij staat achter. Hij staat zo naast het gebouw hier. Heeft hij u, Aubrey? Yo, ik zie hem niet. Jongens, ik zie hem echt niet. Oh ja! Ik heb hem. Ja, ik zag hem net staan. Maar ik moet stoppen. Nee. Ja. Hoi. Maar guy, ik deed niet eens iets. Ik moet stoppen. Nee, mods. Zeg dat je niet hoeft te gaan. Ik doe hier niks. Gaan we hem killen, Kilian? Salut! Ja, oké. Volg even de stream. Mats moet echt even de stream volgen. Nee, hij schiet op mij, kip! Kut, jong! Kut, jong! Weet je wat dat was? Dat was mijn gouden revolver. Ja, ik heb een gouden revolver, vriend. Wilt je hem zien? Ik ga je niet vermoorden. Fuck you. Ik raakte nu, maar jij hebt mijn headshot dus. Ja, ik was aan het aimen, maar ik zag het niet goed, dus ik dacht... Oh, jongens, Kilian is heel even mee. Ja, hij heeft mij. Hij kan wel sneller snipen dan mij. We hebben nu nog steeds geen pakketjes geleverd. Sorry, kijkers, ik weet, het staat in de...
Ja, kijkers, sorry, ik weet dat we vandaag pakketjes gingen halen. Maar je ziet het, in de eerste sessie zaten we met een guy met een helikopter en een guy met zo'n bedmobiel achter ons. En nu zitten we met deze man achter ons. Hij heeft geen goede wapens, zoals RPG of zo. Maar hij kan wel tering goed snipen. En met een sniper kun je iemand heel hard damage. Ik heb hem met mijn revolver. Ik heb hem afgeknapt met mijn revolver. Ja. Ik heb hem gewoon. Ik scoot één keer en ik wacht even een. Maar jongen, ik scoot één keer. En ik wacht echt 5 seconden en blijf gewoon zitten. En ik heb daarna gewoon 2 keer naar elkaar geschoten. Maar joh, ik heb even die. Kilian, ik ga even op u mikken. Maar dat is gewoon om die gouden pistool te tonen. Ik ga je niet killen, hè. Kijk. Kijk. Cool, hè? Ik heb die gevonden tijdens een event. Dat is zo droog, hè? Hij sprong zo. Voel mijn pijn. Sorry, dat ik denk ik niet moet doen, want ik zoek echt oorlog met u. Sorry, het was niet expres. Nee, kut, jij staat daar. Kut. Nee, fiets. Oh! Juk. Thunder! Feel the thunder! Thunder! Feel the thunder! See you! Smell to me with your heart! Alsjeblieft! Ja, jongen, ik ben echt kills aan het pakken met mijn revolver, vriend! Oké, zo zie je, dit doen wij wel vaker, dat we elkaar even een beetje killen, maar... We zijn heel goede vrienden. We weten dat wel, we zijn wel goede vrienden van elkaar. What the fuck, man, jij kunt snipen? Waarom doe ik niks? Ik mik wel, maar normaal gezien als je mikt, dan doet 4 ook je rol je, maar dit keer niet. Die ene dude heeft die weer gekild. Nee, maar ik had een politieman. Zo mooi, jongen. Ik had hem echt gewoon. Ik had hem in mijn vizier en ik deed dit. Zo, dit. Zo. Dat. Ja, ik had ook net de aim, maar ja, dit is kutter mijn revolver schiet, want ik heb geen sniper ammo mee. Niet waar, ik raak u. Hij raakt mij wel en ik schiet u. Zie je zo, hij raakt mij vol en ik zo van niet waar, ik ben het. Jongen, waarom dropt je geen ammo meer voor mij? Kilian, we gaan stoppen met elkaar killen en we gaan die andere dude killen. Er is een andere dude. Ik heb hem niet eens zien passeren. Mensen, ik denk dat ik hierbij de live video ga afsluiten. Met dat we toch even gewoon bezig zijn met killen. Ja, ik heb toch geen ammo meer, dus... ik ga hierbij de live video afsluiten. Kilian heeft mij 1 keer kunnen killen. 1 keertje maar, niet veel. Maar ik wil je ook juist zeggen... Like, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Check mijn andere video's. Fortnite, Rocket League, mijn andere GTA video. En ik check jullie later.